ben jij? Ik ben de Ahmed. En wat doe jij? Schaatsspelen. Is dat niet gevaarlijk? Nee hoor, volgens mij nee. Nee? Voor andere mensen. En wat doe je normaal met die schaar? Kniepen. Hallo, ik ben Zorro. En ik ga jullie laten zien. Ik ga jullie mijn fiets laten zien. Ik vind het heel tof om met deze fiets te fietsen. Het is een mountainbike met hele mooie kleuren, geel. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds donderdag. Ja, dus ik wens jullie als eerste een hartliefdevolle welkom bij Corina en de Beestenboel. Het is vandaag, dus donderdag zoals ik al zei, de 14e van de 9e 2023. We leven om 13:40. Elwing, hou op, je wordt lelijk daarvan. Ja, dank je. Een rijke les in het zonnetje. Die denkt dat ze bruiner gaat worden dan dat ze lees. Ja. Yeah. Ja, en jullie horen een gelach. Ik weet het. Nou, dat is onze Willy. Hoi, hoi. Gaat het met jou, schat? Nou, we leven nog tenminste. Leef je nog? Ja. Hij zet ook spinnenwebjes in de oortjes. Ja, hele leuke spinnenwebjes. Bij de kruidvat. Maken we nog reclame maar ook en we worden niet gesponsord. Nee. Godverdomme. Ja. Weet je niet. Nee, we worden niet gesponsord. Je hebt ervoor moeten betalen, toch? Hè, wat? Je hebt er toch voor moeten betalen? Ja. Nou, dan word je niet gesponsord. Krijg ze niet. Als je ervoor moet betalen, word je niet gesponsord, schat. Ja. Helaas, pindakaas. Lekker een café of... Nou ja, van alles en nog wat. Ja, toch? Ja. Nou ja, daar waren we dus weer. We zitten even gezellig aan een bakje koffie. Daarna ga ik met de meisjes lopen en dan gaat Willy aan het werk, denk ik, want Willy wil wel of niet. Dat ligt er net helemaal aan. Ja, dat vraag ik. Ja, wat moeten we doen? Nou ja, je neus achterna, je weet onderhand wat je moet doen, dus ja. Nou, ik hoef jou dat niet meer uit te leggen wat jij moet doen, of dan moet eens een keer iets extra's weten. Ja, dan moet er iets extra's zijn. Ja, nee. Ja, maar dat is er nou niet, nee. Nee. Momenteel nog niet, misschien. Nee. Ja, want ik zal toch ook de jongen zeggen van, ja, denk toch om, Halloween komt eraan. Want daar ligt wel laminaat en dan krijg je de kerst. Hallo, mijn kerstboom moet daar staan. Ja. Ja, dat mag ook andere jaar, weet je. Slaat van mij een paar dan bovenop, op die logeerkamer. Zolang ik maar bij mijn kleding kan komen. Ja. Dat vind ik alles best. En dat Jan op bed kan komen. Als Jan komt, dan moet hij wel op bed kunnen. Ja, dan doet het onder het bed. Ja, onder het bed leggen. Simpel. En wanneer komen ze dan? Nou, dat andere laminaat, daar is nog te wachten op. En dat komt boven van het huis weg. Ja, en die man die zal ook moeten werken overdag. Dus dat gaat ook allemaal langzaam. Die moet het ook in de weekenden doen. Nou, dan zal hij ook wel andere dingen tussendoor hebben in weekenden. Mag hij wel opschieten? Ja, daarom. Ze mogen zeker opschieten, dat zal ik hem ook wel gaan zeggen. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet met deze twee dames een beetje mee. Ja, toch? Ja hoor. Ciao. Ciao. Amore. Doei doei. Ja, jullie zien het. Dit wordt helemaal dichtgemaakt. Dichtgetimmerd. Zodat we niks meer kunnen zien. Ja. Dus ja, ga die kant eens op. En daar is een meneertje, die is ermee bezig om het dicht te slaan. En dus, maar ja, er lagen wel planken, maar of er al hout geleverd is, tenminste, dat noemen wij chipwood. Is geperst hout. En ook zo kun je je huis mooi maken trouwens. Want wij hadden dat vroeger ooit in een koopwoning in de hal geplaatst. En dan lak eroverheen. En dat is geweldig mooi. Ga jij eens even terug, dame? Die kan op. Zo. Ja, ze zitten daar aan vast. Kijk, ze nemen me later al mee. Maar die heb ik ook vast. Dus. Ja, echt. Maar in ieder geval, ja, dat hier allemaal langs de Willemsoord. Dus vanaf de weg hebben we helemaal niks meer te zien straks.
Ik weet niet of er de kijkgaten in komen, dat weet ik allemaal niet. Een mooie motor. Maar in ieder geval, dat is allemaal nog afwachten en te bezien. Ja. Dus we gaan die kant weer op. En Willy die is lekker bezig. Dus ja, we gaan weer die kant op, dames. Die zit gras te eten, was aan de buikie. Hé, ja. Maar ze zijn lief. Nou, even wachten, Elwing. Kom hier. Wachten. Wachten en blijf. Goed zo, blijf. Nou, lieve vrienden, tot straks. Ja, jullie zien het weer. Ja, ik zit weer eventjes aan het terrasje. Hou jij je wafel erboven? Ja, ik heb het tegen jou, ja. Zo. Ja, maar in ieder geval, ik zit weer op mijn vertrouwde stekje aan het vaste tafeltje, want die was gewoon weer leeg. Dus ja, even een wijntje nemen. Een wijntje graag. Eén rode wijn. Dus ja, dat komt helemaal goed en dan gaan we even lekker genieten in het zonnetje. En ik heb een aantal mensen gesproken. Nou ja, die willen graag ook lid worden van mijn YouTube-kanaal. Dus helemaal toppie. Ja. Hij houdt nog steeds zijn mond. Tenminste, ja, zijn snavel moet ik zeggen. Ja, zijn snavel. Ik zal jullie even omdraaien. Daar zit meneer of mevrouw Meeuw. En die ging er net zo tekeer. Maar nou houdt hij zijn wafel. Of haar. Dat kan ook nog. Ja, ja. Dankjewel. Ja, ik zit die Meeuw even te filmen. En dus waar is die dan? Daar. Dus ja, dat dus. Nou, dan zal ik weer uitzoomen. En dat vind ik ook zo mooi, hè? Ja, ook dat vind ik mooi. Mooie kleurtjes. Het zijn geraniums. Hanggeraniums. Weet ik veel wat het allemaal is. Ik weet het niet. Maar ik vind ze wel mooi, die kleurtjes. Ja. Dus dan weten jullie het even dat we hier alweer zitten. Dus ja, komt helemaal goed. En we houden gewoon vol goede moed. Hi. Hi. Wie ben jij? Ik ben Rahmat. En wat doe jij? Niet met schaduwspelen. Is dat niet gevaarlijk? Nee hoor, volgens mij nee. Nee? Voor andere mensen. En wat doe je normaal met die schaar? Knippen. Knippen, en wat knip je dan? Voor mannen, heren. Mannen en heren. Ja, hoor. Jongens en heren, ja. Ja, hoor. Ja, en dat doe je allemaal voor de Golden Scissor. Golden Scissor. Beste ja. Kapsalon. Beste kapsalon. De beste kapsalon van? Van Den Helder. Van Den Helder. Ja, hoor. Hij wil niet, hoeft niet van hem. Nee. Nou, dan doen we dat straks. Ja, toch? Ja, is goed. Nou ja, jij kan goed spelen met die schaar, ja. Ja, nou, hartstikke fijn, jongen. Toch? Ja, hartstikke goed. Doe je goed. En ik zie je de volgende keer wel weer. Doei. Doei, man. Hallo, ik ben Zorro. En ik ga jullie laten zien. Ik ga jullie mijn fiets laten zien. Ik vind het heel tof om met deze fiets te fietsen. Het is een mountainbike met hele mooie kleuren, geel en wit. Het is op het moment heel klein beetje vies, omdat ik er op mountainbike. En als jullie niet weten wat mountainbike is, de context is van door grove paden heen fietsen. Dus dit, wat voor suspensie dit fiets heeft, is hardtail. En dat betekent dat hij alleen aan de voorkant suspensie heeft. En niet aan de achterkant. Helemaal toppie, man. En ik wil ook jullie laten zien hoe ik erop fiets. Ja, dan moet je een beetje die kant op gaan. Ja. En een beetje dichtbij blijven. Want ik kan niet zo ver, hè. Ja, maar ik wou net zeggen, dan zie ik bijna niks. Ja, daar zie ik niks.
Ja, in de plantenbakken allemaal. Ik weet nou niet waar die uit hangt. Ja. Maar is het nou echt niet? Ik zie nu niet, hè? Maar er is ergens te vinden. Nou, dat was het dan. En ja, die behoort hierbij. Bij de rol. Ah, daar was die alweer. Ik word je kwijt. En dat was mijn context van mountainbike. Mooi, jongen. Hartstikke goed gedaan. Nou, hoi. Oh ja, als jullie een knipbeurt nodig hebben, kom. Jullie zijn welkom bij de Consisters. Goed zo, man. Nou, en ik ben er altijd, of niet dan? Helemaal top. Helemaal top. Als jullie net zo, jullie favoriete YouTuber, Corina en de Beestenboel, moeten jullie ook hier komen. Zo is dat, lieverd. Dat zien jullie ook. Ja, wanneer ze hier in Den Helder zijn, hè. Want ze wonen niet allemaal hier. Helaas. Klopt. Dus. Nou, als jullie hier komen, zien jullie er net zo mooi uit als Corina. Zo is dat, schat. Dankjewel. Ja, doei. Doei, doei. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, en ik heb ook nog het een en het ander gekocht. Ik heb in de winkels niet aan het filmen geweest. Nee, maar ik heb wel het een en ander gekocht. Dat ga ik jullie lekker even laten zien. Ja, mijn kleedje, dat gaat gelijk alles scheef. Nee, doe je lekker belangrijk. Hoppata. Even mijn kleedjes goed leggen. Nou, dat wil daar niet. Ik heb lampjes gekocht. Dat ga ik gelijk eventjes bekijken. Dat zijn lampjes voor Halloween. Ja, dus is niet voor jou. Nee. Dan blijft het aan me stromen, hè? Een paar lampjes doen het al niet eens. Maar ja, voor die prijs, weet je. Of het behoort zo, hoor. Dat kan ook. Dat kan ook allemaal. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het werkt op een batterijtje. Allemaal doodskopjes. Hup, moet hij wel weer uit. Nou is hij uit. Een aantal keren moet je dat even doen. En ik haal hem er even gelijk ook af, want je kan amper wat lezen hier. En zo. Jij daar. Jij daar ook tussenuit. Het is maar een klein snoertje hoor. Oh, dat zit daar weer vast met een plakbandje. En zo. En jij daar ook af. Het is maar een klein dingetje. Heel klein dingetje. Maar het is wel grappig, weet je. Ik kan het altijd bij de booster doen. Met Halloween. Ja. Allemaal doodskopjes. Ja. Misschien bij mijn schermen langs of zo. Oh, kijk. Daar hangen er. Vier, daar weer. Ja, het is niet eerlijk verdeeld ook. Onderhangen de vier in het midden. Nee, maakt ook niet uit, maar ik kan wel nou dit fatsoenlijk lezen. Wanneer, dat doet er niet toe, maar ik moet het wel even lezen. Niet samen te gebruiken. Oude en nieuwe batterijen verschillen. De merken en of types buiten het bereik. Nou, ik hoef geen batterij te plaatsen, want die zit er al in. Het is een heel klein dingetje. En hoe je hem er één keer plaatst, ja, Joost mag het weten. Hoe je hem open kan maken, Joost mag het weten. Ik zie wel een gleufie, maar daar moet je er ook bij kunnen komen, bij wijze van. Maar ik denk wanneer het batterijtje leeg is, dat het weggegooid kan worden. Ja, nou, voor die prijs. Wat doet het er toe? Het was maar heel goedkoop, mensen. Ja.
Ik weet niet of het op het zakje staat. Het was één nog wat. Nou ja, heel over één nog wat. Nou, wie doet je wat? Ja, toch? Lollies voor de kindertjes heb ik gekocht. Maar ze zien er anders uit dan voorheen. Voorheen had ik altijd zo'n lange strip met allemaal lollies. In een verpakking. En dan zat er een papiertje om die lollies heen met een doodskopje. En dat is de verleden tijd. Daar gaan we nu. Dit is ook lollies met, het is zonder. Glutenvrij. Ik ga er even één eruit halen. Voilà. Nee, is niet voor jou. Nee. Oh, dit is zo'n een geraamtevoetje. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Wacht even hoor. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Het is een lolly met een, nou ja, de stokjes die het kind vast moet houden. Dat is of een geraamte voetje. Gaan we even verder snuiven. Ik ga dan nog niet verder roken. Dat is ook een voetje. Maar ik zie ook een handje. Een handje. Nou ja, hoe leuk. Dat gaan we dus in dat bekende tasje van mij doen. En ik heb, ja, hoeveel erin zit, ik weet het echt niet. Maar we gaan dat wel binnenkort even tellen. Want dan weet ik of ik genoeg heb, ja of de nee. Dat kan weggegooid worden. Nou, dan gaan we nog. Oh ja, kom ik zelf weer. Een zakje met bonbons. Voor Rijka. Niet voor Elwing. Want Elwing die heeft dit binnen no time op. Elwing die krijgt voortaan de grotere. Ik heb nog wat voor mezelf. Wat het is, Joost mag het weten. Het is in ieder geval een mix. Maar ja, wat voor mix, dat hoef ik niet te vertellen. Je krijgt ook Elwing weer van. En toen was de tas leeg. Ja, dus dat dus. En ik moet nog eten klaarmaken. Ik moet nog, tenminste eten is eigenlijk klaar. Ik moet opwarmen. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En ik wil goede tijden, slechte tijden zien. Dus jullie weten het. Ik heb nog druk. Wat zal ik, ja, handschoenen heb ik nog niet nodig. Ik leg het even op mijn hand, handschoenen. Dat kan ik opruimen. Of kan dat niet? Nee, dat kan niet. Ik moet, ja, ik ga dat straks doen. Dit kan ik weggooien. Dat gaat daar naartoe. Tas kan ik opruimen. En ik zeg tegen jullie, lieve vrienden, smakelijk eten, bon appetit. Heb je het al op? Nou, mag het dan wel bekomen. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En ik zet op later. Ja, Elwing die ligt te bijten ergens op. Of te bijten, ja, knagen. Wat noem, hoe noem je dat? Kleuven. Kleuven. Is het lekker? Hé, hallo. Elwing, is het lekker? Ja, dat dingetje gaat geloof ik ook aan. Ik weet niet zeker. Daar hebben we Rijka. Waar is jouw hoest? Hé, wat is die van jou? Ja. En vertel even, Patrick, wat is dat? Zijn hoefje, gevuld met schapenvet. En daar zijn honden helemaal gek op. Nou ja, dan weten we dat ook weer. Ik had dat nog nooit van mijn leven Rijka gezien. Mooie glanzende vachtpijl krijg je ervan. We hebben een zak schapenvet gehaald, dat doe je in de vriezer. En dat kun je dan kokend vloeibaar maken. Kun je dan overal in gieten. Een hoefje, andere botjes, dingen. En zet je in de vriezer, wordt het hard. En geef je het aan een hond. En dan zijn ze versoept met kluiven. Nou ja, lekker dan. Ja, op die verpakking staat ook dat het ook aan katten kan, toch? Ja, er staat ook een kat op die verpakking. Ja, wie weet. Er staat een hond en een kat. Dus we moeten iets zoeken wat voor de kat in kan. Kan toch? Wie het eerste slachtoffer?
En dan kijken of ze het interessant vinden. Hi Maisie. Kom jij. Kom. Hi schatje. Ja. Kom ik hier binnenkort zo wat bij inwonen? Nou ja, ik was al onderdeel van de 3 euro. Nou ja, door de week kun je hier zijn en de weekenden bij mij. Nou, dan woon je niet volledig hier. En dan heb je gewoon een vaste slaapplek. Oh, sorry. Kan de gemeente niks zeggen. Dingen. Oplossingen zijn er altijd, jongens. Ja. En in de tijd dat je hier zit, kun je ook helpen met de tuin. Ik heb trouwens de... Ja, want nou ook, de wind die is best bezig geweest met de vlinders te ruiken, hè? Die wat allemaal blaadjes en bloemetjes, ik had het zelfs in huis. Oh, dit. Dus. Die is bezig geweest. Maar ja, we zitten lekker hier aan de tafel en we hebben koffie gehad en ik weet niet wat ze zo meteen willen. En ik ben met video bezig in elkaar te flonzen. En ja, de meisjes die hebben iets lekkers gekregen. Ja. Ja, en televisie natuurlijk zitten we ook een beetje te kijken. Het belangrijkste is... Wat is belangrijk? Als de dieren maar beter zitten als jij zegt. Dieren gaf mij nummer 1. Bij mij is trouwens ook nummer 1, maar ik wil toch zelf ook wel goed erbij zitten. Zeker, maar mocht dat het geval zijn dat het niet altijd wil, het dier eerst. Ja. Hé, Elwing? Ja. Elwing hoor je niet meer. Die is nee, die is ook niet bezig. Rijka hoor je ook niet, maar die is eventjes denk ik genoeg. Rijka, anders pakt er dadelijk iemand anders hem af, hè? Dacht je dat? Zie je wel, hier. Frits. Oh, daar is die ouwe. Heb je hem leeg toevallig? Ja, en deze is van Elwing. Dacht ik al, die is leeg, denk ik. Deze is van Elwing. Hij is niet leeg. Nee, nee. Nee, er zit nog een heel klein beetje in. Elwing. Elwing. Ja, die is verkocht aan deze. Er zit nog meer in, denk ze. Kijk, schatje. Ja, maar daar ligt in de mand. Daar wil ik niet gaan denk kijken. Zij krijgt dat hoefje niet kapot. Zij wel. Oh, kind. Ja, ligt die grote daar, hè. Maar naar buiten? Ja, dat dacht ik wel. Ja, ik kan niet in de band, dus dan maar naar buiten. Doe maar schuit. Dan ben ik veilig. Ja. Ik kan gewoon rustig neerleggen, zonder dat onderpak. Je ziet het er gewoon denken, hè? Ze weet wel wat ze wil, hoor, die kleine. Hè? Ja nou? Kereltje. Jij? Ja. Dus ja, dat dus. Help het daar. Zat ik u vast. Hé? Ja. Hé? Kereltje. Kandafia. Ja. Maar oké, wij gaan weer hier verder genieten van alles en nog wat. Of niet dan, heren? Zeker weten. Oké. Zeker, zeker. Mooi. Nou, ik zou zeggen toedelidokies. Bye.